Deze samenvatting wordt u aangeboden door Garagebedrijf Veneman, Prins Willem-Alexanderlaan, Apeldoorn. Al meer dan 25 jaar een betrouwbaar adres voor verkoop, reparatie, onderhoud en schadeherstel van auto's. Hoofdsponsor CSV Apeldoorn. 2 jaar achtereen was Harkemase Boys kampioen. Eerst van de eerste klasse en in het afgelopen seizoen zelfs van de hoofdklasse. Hier de 11 van de succestrainer Henk de Jong die bij de kampioenschappen inluidde. De 11 van CSV Apeldoorn met Moses Regidé op de plaats van de vorige week ingevallen Bram Holtman. En Jeroen Willems is nog niet van de partij. Hier zien we de bank van Bram van Aken. En het kon wel eens een leuke middag gaan worden. Apeldoorn weet in ieder geval waar het staat na deze wedstrijd. Meegereisde publiek niet op klompen zoals Chef Chic voorspelde. Maar desalniettemin een gezellig feestje. Eerste schot van Apeldoorn was van aanvoerder van oorsprong. Maar de bal ging redelijk ruim naast het doel. Harkemase Boys, het heeft klasse in huis, alleen het heeft ook een juk bij zich. Het lukt even niet, het loopt niet bij de Vriezen. En het is misschien wel het juk van de 2 keer kampioen. Ja, Adel verplicht en dat kan ook een druk met zich meebrengen. Apeldoorn, het speelt goed. Bij vlagen zeer goed, hier Jaap de Brouwer. Van Es probeert het eens met een afstandsschot, maar dat gaat wat hoog over. Maar toch weer een goede mogelijkheid voor de nummer 7 van CSV Apeldoorn. Het bood heel erg een goed partij. Tegen de kampioen van de hoofdklasse. Hier andermaal een onderschepping. Giel Thijssen gaat op avontuur. Probeert het eens met een schot, ziet dat de doelman iets te ver voor zijn doel staat. Maar de Vries had het toch redelijk goed ingeschat. De bal ging andermaal over het doel. Dan is het hier Vennebeumer die de bal afpikt van de aanvoerder van Harkema. Maar andermaal het schot te hoog. En weer een kansje, zeg maar, om de score te openen voorbij. Een prima paas, diagonaal. Dan is hier de grootste kans voor Harkemase Boys in de eerste helft. Maar gelukkig doelman Peter Veneman blijft goed naar de bal kijken. En de bal verdwijnt via zijn voet over de zijlijn. Dan nog een vrije trap. Maar ook die vrije trap recht in de handen van doelman Veneman. En zo is Apeldoorn in de eerste helft eigenlijk behoorlijk goed van de partij. Het dringt van tijd tot tijd de Vriezen naar achteren. Van oorsprong. Van Es. De Brouwer. En hier Vennebeumer. Maar hij heeft weinig geluk de laatste tijd in de afronding. Dan is er toch enigszins een klein beetje frustratie bij Jelmer Slager. Die had al een keer een gele kaart gehad. En dit is ook weer terecht een gele kaart volgens de scheidsrechter van dienst. En zo krijgt hij de tweede gele en dat betekent rood. En dan moet Harkemase Boys met 10 man verder. En dat dat niet altijd een voordeel hoeft te zijn, daar kan Apeldoorn na vanmiddag van meespreken. Trainer Henk de Jong zet er een paar spelers om. En hier heeft de achterhoede geluk dat er geen onheil verder is bij dit misverstand. De balkonsite is redelijk stil. Jammer dat er zoveel teams moesten voetballen, anders is er altijd veel meer lawaai en veel meer sfeer nog op Ordebos. Maar desalniettemin weer een goede mogelijkheid, een schot wat geblokt wordt half van Giel Thijssen. En dat levert dan een hoekschop op. Die hoekschop is prima op maat en dan is het hier Peter de Waal. En die had daar toch meer mee moeten doen met die bal. Maar helaas, het lukt dus niet. En Apeldoorn staat na 45 minuten, ofwel 135 minuten in de hoofdklasse, op 0 tegen 0. Niks voor en niks tegen, zowel niet in de vorige wedstrijd als in deze. En Harkemase Boys in de tweede helft. Een paar schoten van afstand. Dit was een schot van Roel van der Meulen. Maar Peter Veneman is gewoon een betrouwbare doelman. Hier weer Van de Meulen. Probeer het maar eens weer. Maar dit schot is een afzwaaier en gaat ruim voorlangs het doel van Apeldoorn. Maar ondanks dat het 10 mensen zijn, heeft Harkema klasse. En heeft veel ervaring. Vorig jaar niet voor niets kampioen geworden. Hier een bal voorlangs. Gelukkig voor Apeldoorn kan daar geen vijandige voet tegen aangezet worden. En anders was dat door Martijn Bartel alvast de 1-0 geworden.
Hier wordt Van Es vastgehouden op de rand van de 16. Scheidsrechter besluit dat het geen penalty is, maar echt net buiten de 16. En daar werd de overtreding ook ingezet. Een vrije trap, een directe vrije trap. En Van de Hoek ontfermt zich over die bal. Probeert het met zijn linkervoetje en dan maar net. En dat zei je net. En zo, jammer genoeg voor Apeldoorn, geen treffer. Harkema dan. Weer een schot, maar weer over het doel. En dat is toch een beetje de onmacht van Oebele Schokker. Want die had daar toch wat meer kans uit kunnen halen. Kan Apeldoorn dan nog wat? Apeldoorn zit er fel en goed op. Van Es. Speelt daar zijn man, krijgt hem in eerste instantie nog niet voor. Maar daarna wel, en dan kan de bal geruimd worden. En dan een prima schot op het doel van Giel Thijssen. Maar doelman De Vries ligt precies in de baan van het schot. En zo blijft de stand 0-0. Het scorebord werkt niet, we hadden het ook nog niet nodig gehad. Tot dit moment. En is het Barto die daar in ieder geval de schijn heeft in de 82e minuut. Hij heeft in ieder geval in zoverre de bal wel of niet getoucheerd. Maar Peter Veneman raakt er een beetje door van streek. De bal wordt prima voorgegeven. Barto kruipt hier voor Kees Kiewiet. Raakt die bal denk ik heel iets. En daardoor is Veneman uit balans en stuit die bal in het lege doel van CSV Apeldoorn. En zo is het 0-1 voor de kampioen. De regerend kampioen in de hoofdklasse C, ofwel voor de Vriezen. Dus het afgelopen en verliest CSV Apeldoorn de tweede wedstrijd met 0-1. Hebben jullie een beetje een juk op je liggen van het kampioenschap? Want ik vond dat jullie niet flitsend waren vandaag. Nou, dat zeg je denk ik heel goed. Maar ik wil eerst CSV de complimenten doen. Want het is een moeilijk te bestrijden team. Dus ik kan wel zeggen dat wij slecht zijn. Dan doe ik de tegenstander veel te kort. Nou ja, ze hebben hem gestolen. En dat mogen we denk ik onszelf ook een beetje aanrekenen. Want we hebben natuurlijk een hele goede eerste helft gespeeld. Waar we heel goed druk op de bal hadden op het middenveld. Heel veel in de balovername doorkwamen. Eigenlijk gewoon de betere kansen hebben gehad. Nou goed, als je dan kijkt, die bal van Jaap die voorzet, die Mark eigenlijk net niet binnen kon tikken. Nou, die kopbal van Peter de Waal die ik eigenlijk al telde. Nou goed, en dat zijn dan momenten die, waar je de 1-0 moet maken zelf. We hebben 2 jaar lang alles gewonnen wat er te winnen valt. Noordelijke beker, halve finale van Nederland gespeeld. Kampioen geworden, hoofdklasse, eerste klasse. Ja, en nu zie je dat het iets moeizamer gaat. En dat is eigenlijk ook wel leuk. Tot dat ene moment, dat staat jou denk ik nog helder voor de geest. Nou goed, kijk, dat is wat ik eigenlijk net zeg. Ik geloof dat Mark Hoekstra een verkeerde inspeelbal geeft. En Bram Holtman die anticipeert er niet op. Nou goed, dus 2 keer half. Die back die neemt hem over en die penetreert door. Ja, en die geeft een voorzet. Ja goed, en die Bartel die loopt er wel bij, maar die pakt hem niet. Ja, en Peter die heeft gewoon op dat moment een ongeconcentreerdheid of zo. Dat hij denkt van ik pak hem en hij valt binnen. Dus ja, dat is heel zuur. Je ziet gewoon op een gegeven moment dat we krijgen kansen, ondanks de 10 man. Ja, en dat is heel lastig te bespelen met die jongens die tussen de linies gaan. Maar Apeldoorn heeft zeker kans. Keihard knokken, behalve tegen ons. En voor de rest keihard knokken en punten pakken. Goeie reis terug naar Friesland. Ja, geweldig. Dankjewel. Garagebedrijf Veneman, Apeldoorn. Supporter van bijzondersportief.nl